We staan momenteel in het Nationaal Museum van Libanon in Beirut. En meer precies staan we op dit moment voor de beroemde sarcofaag van Ahirom. Dit is de sarcofaag van een koning van Byblos. Of eigenlijk is het de sarcofaag van twee koningen van Byblos. Wat is hier aan de hand? Het is een sarcofaag waarvan we stilistisch zeggen die dateert uit de bronstijd. De afbeelding die u ziet is een koning die daar op een troon zit. Daar wordt nu op ingezoomd. Een prachtige troon met sfinxen als leuningen. En de koning zit daar op die troon en voor hem staat een tafeltje waarop mensen eten hebben neergezet. Hij heeft een bloem in de hand die een beetje verlept is, want de koning is dood. En voor hem komen mensen geschenken brengen. Dit type afbeelding kennen we ook uit bijvoorbeeld Megiddo en dan kunnen we het in de bronstijd dateren. De sarcofaag staat ook op leeuwen afgebeeld en zo. Dus dat is een prachtige afbeelding van een hele mooie sarcofaag bronstijd. Maar wat is er gebeurd? De koning die hier begraven is gelegd, die is later blijkbaar is die sarcofaag leeggemaakt. Dus hebben er iemand anders ingelegd. En die iemand anders, dat is koning Ahirom geweest. En zijn zoon Itobaal, die heeft met een inscriptie die u hier ziet, heeft hij aangegeven dat dit het graf was van zijn vader. Nou, het is verder een vreselijke tekst waarin hij de gebruikelijke vervloekingen afroept over degene die het graf zullen gaan overmaken. Maar het is wel een heel belangrijk kunstwerk. Het blijft hier in Beirut. Het komt niet naar de expositie in Leiden. Daarvoor is dit te groot en te zwaar en te kostbaar. En zelfs het Leidse Museum heeft een verzekeringbudget dat niet al te groot is, of niet groot genoeg is hiervoor. Dus dat blijft hier. Er is een replica. Die is in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel te zien. En dat is zonder meer een bezoek waard, dat museum. Dus als Beirut even iets te ver is, ga naar Brussel. En dan ziet u een prachtige replica van deze schitterende sarcofaag waarin twee koningen hun laatste rustplaats hebben gehad.